Ja, doe maar. Hij is echt ziek, hè? Gisteren gezien. Ja? Categorie 1, hè? Ja, je zei niet gekeurd, kom op, mijn bijna. Luchthuilers, jongen. Hey, Stijn, help eens even in de grond prikken. Hoe wil je dat tegelijk dan? Ja, dit. Handje. Handje. Ik weet niet of het. Zoals ze naast elkaar dan, echt. Gaat dat? Ja. Ik hoop dat hij alleen gilt. Rustig. Rustig. Hey, de rest gaat niet, man. Hij ruikt echt naar oud en nieuw. Hop. Ja, allebei? Allemaal, alle drie. Zo, wauw. Ja. Ja. Ga maar. Zo. Oh. Ah, in mijn tas. Mevrouw, dit mag het hele jaar door, vuurwerk. Het is voor onze promotievideo. Maar dit mag het hele jaar door. Het zijn hele kleine knalletjes. Het is, Ja, maar je weet dat er hier dus en kinderen zitten en huisdieren zitten en jullie gaan dat hier op. Mevrouw, dit is categorie 1 vuurwerk. Dit is gewoon niet slim. Oké, dan gaan we zo even het golfbeetje af. Hij mag het hele jaar door, mevrouw. Dit is categorie 1 vuurwerk. Ja, het is echt kinderknalletjes. Het is, Huisdieren kunnen geen kant op. Huisdieren kunnen geen kant op. We zijn zo weg. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja? Triplex. Een echt pistooltje. Hoe werkt dat? Gewoon hard drukken. Kijk wat eruit komt. Kijk. Nog eentje. Oh, die was wat harder. Ik schrok ervan. Vond je in een standaard? Dan de tweede. Ik heb echt gevoel dat politie zo komt, hè. Oh, dat was het eindje. Dat was de bedoeling. Rustig. Het was over die knetter die zo even komen, hè. Maar er komt geen knetter. Tering. Oh, nou, we zijn dus onderweg naar een nieuw stuk. We waren serieus een minuutje bezig. En toen begonnen de mensen te zeiken over houtsnippers die in de fik konden gaan. En wat nog meer? Over honden. Honden die blaffen, katten die wegrennen, kinderen die, ik weet niet, weer terug de baarmoeder in kruipen. Het was echt kinderen allemaal. Kinderen die bang werden van het vuur. Kom op, man. Ja. Ze konden geen kant op, de buurtbewoners, zeiden ze. Dus we zijn nu onderweg naar de volgende shot. De tas is nog aardig vol. Hoppa, tassie. Dus we zullen zien of de politie hier gekomen. Helemaal niks van. Nou, we zijn op de volgende locatie. Dit. Snel even wat ijsfonteinen doen. Kunnen we die gelijk? Kijk. Ojo. Hier zullen ze toch niet om komen, hè? Dat hopen we van niet. Prachtig. Ja, deze. Kijk, die knetteren, hè? Oh ja. Pas op, want de houtsnippers. Oh, pas op, die knetter hier. Oh. We hebben nog een hele tas, hè? We moeten echt even opschieten. Bloemen. Die fluiten. Die fluiten. Flitspalen. Hey, wat is dat dan? Confetti shoot, hè? Nou, hoe gaat die aan dan? Hoe gaat die aan? Ja, die moet je draaien, dan knalt die. Hoi, politie. Het zijn aardig knalletjes, hè? De ring, man. Wat lekker. Oh, het hakje weg, man. Ja.
Krechlin balls, een heel pakje. Gaat dat goed zo, denk je? Ja, toch? Kun je niet. Ja, wel, ja. Oh, 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 oh. Alles even tegelijk. Black booms. Steek je peuk daarmee aan? Nee, man. Stanley gaat... Roep eens daar nog een beetje van, pas op. Nee, joh. Ja, ga nog meer kijken. Het zijn knetters. Waarom moet ik het weg dan? Dat was het weer. Dat was het laatste. Ik vind het ook... Maar die moeder die riep... Kom op. Als ja, ik snap je. Als ik klein kind zou zijn en moeder... Dan gaat het sowieso ook niet. Lekker boeiend. Ja, maar die moeder riep gelijk haar kinderen bij elkaar alsof het je bom aan het afsteken was. Ja. Hoorde je dat? Kom hier! Je zijn mensen heel bang tegen. Ja, want er staat hier... Waar... Ja, ik denk die kant op. Ja, het lijkt me logisch. Want daar is de... Ben je filmen? Ja. Ja, ben je gek? Jij bent gek. Hé, hey, er schiet echt wat uit ook, hè? Ja, je moet echt uitkijken. Oh ja, dik wat op. Zo! Tering! Ik schrok me dood. Ik knatte me zo achter. Net alsof ik met die draad deed. Ja, erg, hè? Ik dacht echt op de politie lopen. Ik kan niet wat beetje kruid opgooien. Dat sowieso alles aan wordt gestoken. Anders gaan heel veel dingen niet af, toch? Denk je? Jawel, ja. Ik deed al het eentje openmaken en kruid opgooien. Ja, maar dat was ook dat zijn bordjes, toch? Flitspaaltje aan? Flitspaal aan. Oké, het komt net een vrouw aan. Ja? Ja. Oh, ja, ja. Pas op voor de knetter. Oh, die oude stad is even weg. Kijk, hij gaat fixen. Dat is niet zo handig, mis. Geef eens zo'n ding. Welk ding? Die pakt. Flitspaaltje. Die kun je eigenlijk gewoon in je hand houden, hoor. Ik denk inderdaad als je een flitspaaltje pakt. Dus door dat lontje zelf gaan op dingen aan. Kijk die rook, joh. Ja hoor, Binky. Wat doet dat? Gooi maar hier naar rechts, ja. Wat doet dat, joh? Alleen zo'n epileptische aanval. We zijn even naar een nieuwe plek gegaan. Een plek waar mensen niet aan het zeuren zijn. Prachtige locatie. Tas is nog vol? Ja, minimaal. Hotel de botels. Die andere doet het niet. Zo! Oh. Hoort dat? Oh, yo, Steven, hij schoot hierheen, hè? Hoort dat? Nee, man. Fucking ziek. Ik heb een knetter aansteken, vooral. Oh. Oh, dit wordt echt heavy, man. Nee, joh, tuurlijk niet. Dit wordt echt heavy. Oké. Okay. Ah, ik ken aan.
Oh, die geur van vuurwerk, hè. Heerlijk. Weer een disco. Die gaat niet vaak uit, maar voor disco's naar me. Kijk, kom in. Oh. Kom, kom. Dan zag je hem net gewoon wegvliegen, die geel. Zo. Geel hoort wel bij oud en nieuw, hè? Ja, dat zeg je echt eerlijk. Die geel potje hoor. Zie jij, die vliegt weg. Kijk uit, hè. Fuck. Oh, die rook. Je gooit hem wel erg ver weg, het is geen nitraat. Tering. Hier, hierin. Ja, hou me aan de stad. Ja. Vind je dat zijn wel een mooie rapenband, hoor. Wat is dat? Zo ga je dus niet met vuurwerk om. Gaat hij alsnog naar die tas? Ja. Hoog tot een botertje. Wat zijn jullie aan het doen? Categorie 1 vuurwerk. Wat is deze? Op het water ook? Ja, ik ben benieuwd. Ja, die is uit. Nee. Zo! Zoom een beetje de in. Kring der kringen. De kring der kringen! Zo. Zo, we doen even een grombloem in het vrouwelijke geslachtsdeel. Mieze geslacht. Zit hij al? Ja. Ik hoop niet dat het weer uitvalt, dat is onze laatste. Wauw. Nou, de hele boom staat in de fik. Oh joh!